tik hem eens een keer aan. Dat hij juist. En dan rust. En dan de wissel. Dressuur-Amazone Danielle Heiko bereidt zich voor op haar EK-proef. Onder toeziend oog van de bondscoach en haar trainster Ankie van Gunsven. Ja, Danielle is zelf heel cool en heel beheerst en die doet ook geen rare dingen. Dus voor mij ook heel prettig, want dan blijf je zelf ook rustig. Alleen ik rij liever zelf de ring in qua stress. Want als ik zelf de ring in rij heb ik geen stress. En als Danielle moet helpen dan krijg ik 10 hartaanvallen onderweg. Dus dat is minder prettig dan weer. Danielle is nog maar 26, is net een jaar uit het Rabotalententeam en rijdt nu haar eerste EK. Het feit dat zij zo rustig is, verbaas je dat? Nou, dat verbaast me eigenlijk op dit moment niet meer, omdat ik haar natuurlijk al wat beter ken. Maar dat is natuurlijk voor zo'n jonge combinatie wel uitzonderlijk, ja. Maar goed, dat zijn wel kwaliteiten die je nodig hebt om uiteindelijk de absolute top te kunnen bereiken. Ondanks haar geluksarmbandjes ging haar proef niet helemaal zoals ze wilde. Ja, ik had dus het idee met mijn zigzag, telde ik zelf verkeerd. En dan gaf misschien net iets te snel mijn hulp, waardoor hij heel vlug reageerde en al om was. Eigenlijk één sprong te snel. Dus was zonde en dit is net een onderdeel wat dubbel telt. En dan zei ik het zelfs met mijn enes. Toen had ik één moment, toen voelde ik een hapering. En toen dacht ik, springt hij nou wel of niet? Maar dat gaat zo snel. Ook het ritme is heel snel. Dus ik kon dan niet echt goed voelen, heeft hij nou wel of niet gesprongen? Dus toen had ik er 2 te veel. En dat telt ook net dubbel. Dus dat is gewoon echt zonde. Buiging houden. Buiging. Meer buiging. En die stress van Ankie, heeft ze daar wat van gemerkt? Ja, ik merk wel altijd aan dat ze een beetje zenuwachtig is. Ze probeert het wel altijd een beetje te verbloemen, maar dat is hetzelfde met mijn moeder. Mijn moeder, ja, die rookt wel, zeg maar. Maar op zo'n wedstrijddag, dan zie ik de sigaretten dan net niet om mijn oren heen vliegen, ja. Nee, ja, er zijn altijd wel gespannen, ja. Maar goed, ze wil ook graag dat ik het goed doe en ze weet ook dat ik het gewoon goed kan. Dus ik snap die gedrevenheid natuurlijk ook wel. En ze zetten er wat dat betreft geen druk op. Maar ik merk toch wel dat ze wel echt een beetje gespannen zijn. Hoe kan het dan dat jij zo rustig oogt? Ja, weet ik niet. Ik probeer toch wel echt mijn concentratie natuurlijk te houden.